Afgelopen donderdag meldde onze burgervader, meneer Keizer, zich wederom ziek. Wij zijn benieuwd wat de Arnhemmers aan onze trouwe burgemeester willen zeggen. Mevrouw, wat wilt u zeggen tegen burgemeester Keizer? Nou, beterschap dan, hè? Ja, dat was. U hoopt dat hij weer snel in actie is? Ja, dat hoop ik wel. Wilt u zelf misschien burgemeester worden, tijdelijk? Nou, nee. Nee. Die ambitie heeft u niet? Nee, niet erg. Nee. Misschien in de toekomst wel? Nee, ook niet. Nee, helemaal niet. Nou, dat was het. Ja. Mevrouw, burgemeester Keizer is ziek. Wilt u hem misschien een persoonlijke boodschap meegeven? Tuurlijk. Van harte beterschap. Ik hoop dat hij snel weer beter wordt. Heeft u misschien zelf de behoefte om tijdelijk burgemeester te worden? Nee, ik denk niet dat het een taak voor mij is. Nee. Ze zoeken wel iemand, hè? Is dat zo? Nou, ik zal het overwegen en misschien volg ik u op. Burgemeester is Keizer is ziek. Wil je misschien beterschap toewensen? Beterschap, man. Wil je zelf misschien nog burgemeester worden van Arnhem? No, man. Mijn wetenschap, man. Dames, burgemeester Keizer van Arnhem is ziek. Hebben jullie misschien een persoonlijke boodschap voor hem? Nou, heel veel wetenschap. Ze zoeken een tijdelijk waarnemer. Misschien is het iets voor jullie om burgemeester te worden? Nou, nee. Nee, bedankt. Nee, toch maar niet? Nee. Nee. Nee, we hebben het allebei druk, dus doe maar niet. Ja, jullie hebben al andere belangrijke zaken te doen. Ja, dat klopt. Burgemeester Keizer van Arnhem is ziek. Heeft u misschien een persoonlijke wens voor hem? Nou, ik zal hem heel veel beterschap willen wensen en hoop dat hij snel beter wordt. En heeft u zelf ook nog behoefte om tijdelijk burgemeester te worden? Want ze zoeken er eentje. Nou, nee, ik heb zelf een baan op een sociale werkplaats en dat bevalt me goed. Dus bij deze hou ik toch mijn eigen baan daarnaar vast. Aardig wat beterschapswensen voor de burgemeester. Maar helaas, niemand heeft interesse om tijdelijk waarnemer te worden. Dus bij deze, meneer Keizer, ik wil uw taken wel tijdelijk overnemen.